YouTube, zoals beloofd, deze week een bewerkingsvideo van de fotoshoot met Bo in Brussel. Dus zoals jullie kunnen zien, heb je momenteel op je scherm de foto die ik laten zien heb in het vorige filmpje. En als we naar hier gaan kijken, dit is uiteindelijk het beeld dat ik bewerkt heb. Ik ga ze even naast elkaar zetten. Dus links is de voor, rechts is de na. Zoals ik al vermeld had, is er gewerkt met een achtergrond en een onderwerpmasker. Je kan hier linksboven, rechtsboven een link vinden naar het filmpje waarin ik uitleg hoe die AI-maskers werken. Dus computergegenereerde maskers, hoe die werken. Nu, we duiken terug naar dit bestand. En dus van dit bestand ben ik vertrokken naar Photoshop. Mijn doel is altijd om zoveel mogelijk details uit het RAW-beeld te halen in Capture One. En ook liefst zo weinig mogelijk contrast in het initiële beeld. Hoe minder contrast, hoe eenvoudiger het is in de nabewerking. Dus laat ons dit bestand nu even openen in Photoshop. Ik ga mijn afgewerkt beeld openen en laag per laag overlopen samen met jullie. Zoals je dus kan zien, is dit mijn uiteindelijke afgewerkte beeld. Initieel zag het beeld er zo uit. Afgewerkt ziet het beeld er zo uit. Nu, vrij eenvoudig. Dit is het initiële beeld, maar we leven in een Instagram-cultuur. Dus daarbij willen we bedoelen, onze foto's die uit de camera komen, zijn niet de afmetingen die Instagram graag heeft. Dus ze willen graag dat we werken op een 4-5 verhouding. Dus als ik dan de crop tool neem en ik stel hier in 4-5, dan heb je de optie om generatief uit te breiden. Wat bedoelen we daarmee? Met generatief uitbreiden gaat Photoshop zelf berekenen wat er in die zijkanten moet gebeuren. Als je dit dan laat doen, krijg je uiteindelijk dit beeld. En ik moet zeggen, impressed, hij doet dat echt goed. Vervolgens heb ik een frequency separation laten lopen. Ik zal een klein beetje inzoomen. Dus een frequency separation is niet meer dan het samenvloeien van kleuren en texturen. Hebben we ook een klein beetje liquify uitvloeien toegepast. Uiteindelijk de kleurbewerking, die ga ik wel eens uitgebreid overlopen. Dus zoals jullie kunnen zien, afzetten. Eerst een curve waarmee we de schaduwen die linksonder liggen donkerder trekken. En hiermee een klein beetje meer contrast geven. Maar we hebben door dit punt hier vast te zetten, ons gelimiteerd om enkel dit stuk van ons histogram donkerder te maken. Klein beetje. Dan hebben we een kleurbalans erop gezet. En een kleurbalans wordt opgedeeld in schaduwen, middentonen en hooglichten. Nu, het verschil tussen die drie is niet zo heel... Allee, het verschil is er, maar je kiest zelf welk deel van de foto dat je wil aanpassen. Dus middentonen plus 6, dus iets meer groen in de middentonen. En in de hooglichten hebben we niks aangepast en in de schaduwen hebben we iets meer blauw gestopt. Dus we hebben blauw in de schaduwen gestopt en iets meer groen in de hooglichten. Omdat de foto origineel vrij, hoe zal ik het zeggen, vrij paarsig was. Dus ik wou dat paarsig gewoon neutraliseren door er groen in te stoppen. Dan heb ik vervolgens een klein beetje meer licht gegeven aan de gebouwen links en rechts, de gloed. Hoe doen we dit? Vrij eenvoudig. Je legt een aanpassingslaag curve. In dit geval wist ik dat ik meer oranje wou, dus ik heb het rood meer gegeven en ik heb het blauw meer gegeven. Door gewoon te klikken op die lijn kan je zelf punten beginnen bijmaken. Heb je een punt staan en wil je dat punt weg, gewoon klikken en uit de curve slepen. Dus dit is nu geel, maar we willen dit effect niet op de ganse foto, we willen dit effect enkel op de stukken die wij zelf inkleuren. Dus we gaan dit laagmasker omkeren. Dat doen we door Command of Ctrl I in te duwen. We nemen dan een borstel, een standaard penseel, met een stroom van 10%. En dan ga je geleidelijk aan de dingen die je iets meer licht, iets meer oranje gloed wil geven, kan je op deze manier beginnen aanpassen. Vrij eenvoudig, niks te complex. Dus dat is die laag. Dan doen we deze laag weg door backspace in te drukken. Dan hebben we een selectieve kleur gedaan in de rode tinten. Waarbij we de rode tinten eigenlijk donkerder getrokken hebben, zoals je kan zien. Vervolgens een nieuwe selectieve kleur. Waarbij we de gele tinten hebben aangepast. We hebben die iets lichter gemaakt. Dus hoe lichter... In het zwart bepaal je hoe licht of hoe donker de kleur wordt.
Dus we hebben die dan naar min 11 getrokken en we hebben beslist dat we ook wat meer geel in de gele tinten willen. Dus we gaan geel meer geel geven. Klinkt super onlogisch, maar als we een bepaalde kleur, bijvoorbeeld groen, meer groen geven, dan kan je altijd die saturatie van die kleur boosten. En dan hebben we als laatste stap een verloop toegewezen. Hoe doe je nu een verloop? Je klikt hier op de aanpassingslagen, je klikt op verloop. En niet dit verloop, maar we willen een ander verloop. Dus we willen de onderste verloop. Verloop hier is meer bepaald op een bepaalde vorm. Verloop toewijzen geeft je de optie om rechtsboven, of waar het ook staat op je scherm, te klikken op, op het verloop, op het gradient. En links heb je de kleuren die je wil in de schaduwen. Dus in dit geval willen we die bijvoorbeeld oranje. En rechts heb je de kleuren die je wil in de hooglichten. Dus we wilden een warmere foto. Dus dan gaan we naar die richting. En je kan tussendoor ook zeggen van ik wil eigenlijk mijn middentonen in bijvoorbeeld het blauw. Ziet er niet uit, geen probleem, gewoon oké. Je kan dit later altijd aanpassen. En je past dan de overvloeimodus aan naar bedekken, zwaklicht, kleur. En dan laat je de dekking, hier, de dekking zakken totdat je die op een punt hebt dat je zegt van oké, dat vind ik oké. Dit opent massa's creatieve oplossingen. Nu, oranje, blauw, wit is niet de beste oplossing. Ik ga ook hier de methode veranderen naar klassiek. En nu kan je dus in functie van welke kleur je wil die kleuren aanpassen, maar als je een kleur weg wilt, kan je gewoon op dit potje verf klikken en naar beneden slepen en dan valt die weg. Nu, het wit is te wittig, of hoe dat we het ook uitspreken. En ik wil dit iets meer naar de gelige, misschien zelfs naar de paarsige kant toe. Voilà. En die kleur mag iets meer naar het... Je moet ook rekening houden als je de kleuren kiest. Je weet nu dat je een schaduw aan het kiezen bent. Kies dan geen wit, want dan wordt het heel bizar. Tenzij dat je voor die vibe gaat natuurlijk. Dus bijvoorbeeld een heel warme foto afkoelen is door blauw op oranje te leggen. Je werkt altijd met complementaire kleuren of ja, tegenovergestelde kleuren. Dus we willen dit vrij oranje. Voilà. En dan heb ik bijvoorbeeld een verloop van die kleur naar die kleur. Initieel heb ik een verloop genomen van verschillende kleuren. Zodanig dat je een geleidelijke overgang maakt van al die kleuren. En dat was eigenlijk de verandering die gebeurd is. Op het einde heb ik nog geprobeerd om hier onderaan het water iets blauwiger te maken, maar dat vond ik dan persoonlijk too much. Dus dat heb ik dan terug afgezet. Wel als optie laten staan om achteraf te herinneren van hey, dat kan een optie zijn. En dat is de ganse retouche eigenlijk. Dus als je ziet, voor, na, zijn de verschillen niet zo enorm groot. Het is vooral een kwestie van initieel weten welke kleuren je wil vervolgen. En eenmaal je die kleuren hebt, kan je in functie daarvan gaan kiezen. Ik ga werken naar bijvoorbeeld een warmer palet of een kouder palet. En in functie van die kleuren die je dan bepaalt, kan je zelf gaan kleuren in je initiële bewerking slepen. Nu, hou gewoon ook rekening. Ik zit altijd in de warmere kleuren. Dit is mijn manier van kleur tonen. Er zijn duizenden en één verschillende manieren. Ik werk altijd laag per laag, ook met selectieve kleur, zoals je hier kan zien. Werk ik graag, bijvoorbeeld dit was enkel de rode tinten. Dit waren enkel de gele tinten. Dus per tint maak ik een nieuwe selectieve kleur. In een ideale wereld zou ik dit bijvoorbeeld rood noemen en dit geel noemen, zodat je weet. Nu, heb je vragen over deze tutorial of deze snelle overview, laat het mij dan zeker weten hieronder. Heb je zelf ideetjes voor filmpjes, laat het mij zeker weten. Vond je dit interessant, geef het dan een like, abonneer je, klik op het belletje en dan zie ik jullie graag terug volgende week. Ciao, ciao!